De rol van de advocaat in ons rechtsbestel. Dat was het thema van een lezing die gisteren georganiseerd is door een groep studenten politicologie van de Anton de Kom Universiteit. De spreker was de jurist Gerold Soutjaran. Hij ging in op het onderwerp politiek en recht en hield de studenten ook voor waarop ze moeten letten als ze later besluiten om in de advocatuur te gaan. Volgens Soutjaran moeten zij dus waakzaam zijn als ze dit beroep willen uitoefenen. Ik zal kort mijn zienswijze voorhouden voor wat betreft de wisselwerking tussen recht als uitkomst van rechterlijke beslissingen en politiek in de zin van politiek voering op een bepaald moment in de tijd. Want uiteindelijk ben ik enerzijds praktijkjurist in Suriname al 16 jaren. En anderzijds, met name de laatste 2 jaren, een observant, zo noem ik mezelf, van de Surinaamse politiek. Ik zal die wisselwerking echter niet bespreken vanuit een theoretische, dogmatische en of puur wetenschappelijke benadering, maar meer vanuit een juridische, praktische, enigszins maatschappelijke benadering. Een vertegenwoordiger van de studenten, Cher Setny, vertelt waarom de groep heeft gekozen voor Soutjaran als inleider. We hebben dus even gekeken naar het profiel van meneer Soutjaran, En de afgelopen periode, gedurende de politicologie colleges, hebben we heel veel aandacht gegeven aan de artikelen die in de media zijn verschenen namens meneer Soutjaran. En we hebben daarover breedvoerig discussies gevoerd en we hebben daaruit absoluut kunnen leren. Vandaar dus dat het oog gevallen is op meneer Soutjaran om persoonlijk van meneer Soutjaran te vernemen met betrekking tot de onderwerpen die hij in de media heeft gepubliceerd. We hebben vandaag gekozen voor het onderwerp de rol van de advocaat in het rechtssysteem, omdat wij allemaal als studenten, opkomende juristen hieruit. Het past zeg maar heel veel in onze studierichting. Vandaar dus dat wij hebben gekozen voor dat onderwerp. En we hopen hier vandaag middels dialoog en discussie het uiterste eruit te kunnen halen. De studenten hopen dat deze lezing kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van hun als opkomende juristen en dat het ertoe kan leiden dat ze hun studie met goed gevolg afronden.